Ik ben Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag... Oh. Wat? Muziek. Ja, ik ga even een nieuwe weekvlog beginnen. Jezus. Het is vandaag zaterdag en het is al 6 uur geweest. Maar Mick en ik hebben vandaag de hele dag geleerd. En we gaan nu vanavond uit eten. En ik ben gisteren naar een kapper geweest. Even kijken. En nu zie je wel dat het heel blond is geworden. Ik ben er echt heel erg blij mee. Maar als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Wat ik aan heb is deze zwarte top van Chiquelle. En hieronder een zwart rokje. Maar misschien ga ik nu nog even een ander rokje aan doen. En ja, voor de rest, Mick en ik gaan nu samen uit eten. Want het is de ene laatste dag van de vakantie. Oké, Mick en ik zijn uit eten. En we gaan onbeperkt tapas eten. Wat hebben we als eerst? Broodjes. Pan. Mick heeft soep, gevogelte soep. Soep. En garnalenkroketjes. Die hebben we hier net al bij. Dat is de moeder van de meisje die ik ken. Oké, Mick en ik gingen eten en het was echt heel erg lekker. Ja, uit eten. Ja, ik heb toch de hele tijd gerechtjes gefilmd. Oh, wist niet eens. Maar het was echt, echt heel erg lekker. En we zitten allebei echt heel, heel vol. Niet normaal. Ik moet echt een boer laten ook. Gadverjam. Jan, normaal. Ik kan het niet. Ik deed net mijn mond open. En, echt delen. Wat doe je nou? Ja, omdat er scheid ligt. Ja, dit is aarde. Ja, zeker. Oké, maar we gaan dus nu weer naar de auto toe. Oh, het is -3 of zo. Het is echt koud, ik heb een panty aan. Ik doe even jas dicht. Ja, dus we lopen nu naar de auto en dan gaan we lekker thuis een filmpje kijken. Een filmpje kijken. Het is vandaag maandag en ik ga na 2 weken... Oh nee, 1 week ga ik weer naar school toe, want ik heb vakantie gehad. En die week daarvoor had ik toetsweek. En wacht, ik doe even snel mijn schoenen aan. Wij worden vandaag toegevoegd aan de andere klas. Want er zijn heel weinig mensen in onze klas. Dus wij worden nu toegevoegd aan een andere klas. Dus dat is ook weer helemaal nieuw. En ik heb al zo meteen als eerst muziek. Ik denk niet dat ik iets ga filmen aangezien ik nu dus in de nieuwe klas zit. En dat is natuurlijk een beetje gek als ik nu gelijk alles ga filmen. Daarna heb ik 3 tussenuren. En daarna heb ik geschiedenis. Dus... mijn laptop opgeladen. Ja. Dus ik heb vanochtend ook mijn haar gewassen. En ik ga nu mijn spullen inpakken. En dan ga ik richting het station. Oké, ik ben alweer terug van school. En deze dag beviel me echt zwaar. Deze maandag, weer na de vakantie. Ja, het was best pittig. We hadden gelukkig wel wat korter les dan dat eigenlijk zou zijn. En we hadden vandaag geschiedenis. Oeps. Ik ben ook tegelijk heel even dit aan het opruimen. Maar we hadden dus geschiedenis. Dat was wel oké. En als eerst hadden we muziek. Dat was wel heel erg leuk gedaan. En ik ben nu lekker even een tosti aan het maken, want ik had geen eten meer naar school genomen. En wij hebben van die vegetarische dagen op school. Dus ja, dat. In ieder geval, ik ben dus nu een tosti aan het maken. En Mick en ik gaan straks sporten. Ik moet ook om 5 uur werken en ik moet ook leren, want ik heb woensdag een toets. Ja. Ik ben nog steeds echt heel erg blij met mijn haar. Ik hoop dat je het goed ziet. In ieder geval, ik ben even de tosti aan het maken. En ik ga straks Mick even ophalen bij het station. Want anders moet hij heel lang wachten. Ik ben thuis van werk al een hele tijd. En ik heb net even geleerd. Soort van. En Mick is echt al de hele tijd aan het leren. Die zit aan mijn bureau. Want hij moet zijn eindopdrachten voor school maken. Toch? Ja, dit is nog geen ander vak. Maar dat moet morgen ook even. Hij is bijna klaar. Peach. En ik had tot 8 uur gewerkt. En Mick en ik zouden daarna eigenlijk gaan sporten, maar dat hebben we niet meer gedaan. Het is er? Ja, dat is mijn schouder. Oh, sorry hoor. Dus, auw, ik ben nu klaar. Dus ik ga nu even wat video's kijken op YouTube. En ik heb woensdag heb ik eigenlijk een toets, maar... Wat gaan we straks doen?
Married at First Sight kijken. Oké, en Mick gaat zo die popcorn daar opruimen die op de grond ligt. Jij hebt op die jij er neergelegd. Oh, schiet deze wat. Popcorn misschien straks. Ijsjes. Liever ijs. Ja, kijk. Oké, dus ik ga even ijs halen en even YouTube video's kijken. En Mick gaat lekker leren. Zie je me goed? Ja. Oké, het is vandaag dinsdag. En ik heb echt een uur lang in bed gelegen toen ik mijn make-up heb gedaan. Ik ging Mick vanochtend wegbrengen, dus ik ben eigenlijk echt bijna te laat. Ik moet me nog omkleden, maar ik heb geen idee wat ik aandoe. Ik heb heel veel kleding, maar ik kan gewoon een beetje goed kiezen. Dus ja, en ik heb vandaag tot, hoe laat heb ik les? Tot 5 uur, ja, tot 5. En daarna moet ik leren. Ik hoef gelukkig niet te werken, want meestal moet ik werken. En ik heb deze deo. Deze ruikt echt super lekker, van de Thermen. Echt een aanrader. En ik moet eigenlijk nu heel snel me omkleden. En ik zal mijn camera mee naar school nemen, zodat ik bij het traject misschien nog even iets kan filmen. Oké, ik ben weer terug van school en mijn voeten zijn echt kapot. We hebben dus nu een nieuwe trajectperiode. Eerste periode hadden we taal met kunst dan. Toen hadden we drama, film met kunst, dat soort dingen. En nu hebben we dus cultureel erfgoed met kunst. En ik vind dat zelf niet heel erg leuk. Dus we gingen vandaag culturele erfgoeden bekijken in Leiden. En dan gingen we daar een soort van verhaal bij verzinnen of een liedje mocht je zelf bedenken. Ik ben nu thuis. Het is de eerste keer dat ik niet hoef te werken op dinsdagavond. Het is zo chill. Maar ik moet vanavond diehard gaan leren. Want ik heb morgenavond een toets. En ik zag net de reactie dat jullie meer willen zien. Wat ik nou precies doe. En wat ik nou precies moet leren. En ik laat het soms wel zien. Maar ik zal dus vanavond laten zien wat ik dan bijvoorbeeld voor mijn taaltoets moet leren. En ja. Ik ga in ieder geval. Wat wilde ik nou gaan zeggen? Ik ga even wat lekkers eten, in bed liggen. En dan ga ik denk ik na het eten beginnen met leren. Want ik moet nu gewoon even chillen, want anders word ik echt helemaal gek. Oké, ik krijg best wel vaak de vraag van, ja, wat moet je nou leren en wat voor soort toetsen krijg je? Ik zit nu wel in periode 4. Maar ik zal vanaf nu wel even laten zien wat voor toetsen ik krijg. En ik heb morgenavond een professionele taalvaardigheidstoets. En dat is de tweede. En wat ik dan, dingen die ik moet leren is gewoon werkwoordspelling. Dus over de persoonsvorm, eigenlijk alles. Moet je weten wat je ooit qua spelling op de basisschool en zo hebt gehad. Maar ook bijvoorbeeld het deelwoord, gebiedende wijs, weet je wel, zulke dingen. Telwoord, voegwoord, onbepaald voornaamwoord. En dan taalkundig, redenkundig en dan gewoon het kofschip. Maar ook interpunctie, dus daar maar zeggen of je met trema's, met streepjes, weet je wel, zulke dingen. Bezitsvormen, verdubbeling, meervoudspuntjes. Nou, daar heb ik dus morgen een toets over. Mijn camera is vol. Maar ik heb dus gewoon een toets over eigenlijk alle spelling van Nederland en hoe je woorden schrijft. En het is best lastig, maar als je het weet, dan komt het gewoon helemaal goed. En het is ook gewoon belangrijk dat je dit natuurlijk gewoon kan. Dus wat ik nu ga doen, ik ga mijn bureau leegmaken, want het is echt een troep. En dan ga ik gewoon die en die hard leren. Woensdag. Welkom bij een vlog van net tevoren. Woensdag. 10:22. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En het is geen idee. Ik ga eerst even sokken pakken. Zo. Ja. Hoi, lig je nog lekker te slapen, joh? Ja. Morgen lekker centraal examen? Ja. Zin in. Oké. En Mick is bij mij, maar Mick is al heel erg hard aan het leren. En ik was even make-up aan het doen. En ik zou eigenlijk om 9:30 beginnen. Alleen ik ga pas om 11:30. Ik ga alleen naar beeldende vorming toe. Aangezien dat verplicht is. En ik wist niet zo goed wat ik aan moest doen. Dus ik heb nu een coltrui aan. Is dat echt niet te warm? Nee, natuurlijk niet. Oké, gewoon een flare broek. En ik heb vanavond om 7:00 mijn toets. En daarnaast speelt Ajax. Dus ik heb nog steeds niet aan mijn vader gevraagd over dat kaartje. En volgens mij is hij helemaal niet verkocht. Gaan we gewoon, hè? Maar hij is straks om 3:00 terug, dan vraag ik het, ja? En, dus ik ga nu nog heel even een half uurtje leren. En dan ga ik naar school. En we moeten nog even iets eten. Doen we wel straks, ja? Prima.
Oké, ik heb me verder klaargemaakt en ik ga heel even wat eten maken voor mij en Miek. Ik denk dat ik... Ik heb eigenlijk geen idee, gewoon even een houtje. En ik moet over een kwartier ongeveer richting school. En dan blijft Miek even leren en dan gaan we daarna gaan we nog even verder met leren. Want ik heb vanavond dus een toets. Dus eigenlijk is dat even de planning. Maar ik ga in ieder geval nu even broodje maken. En moest je dat dus wel doen? Oké, nou, ik ben dus terug van school. Ik ook. Miek had bij mij thuis geleerd. Ik heb een pakketje, die ga ik straks openmaken. En we gaan nu even naar de Dirk en dan gaan we even een broodje halen. Ja, dat gaan we doen, ja. Toch, heb je er zin in? Prima, ja. Jij ook? Ja. En heb je al veel geleerd? Dus ik moet niet leren, schat. Ik bedoel, je werkstuk gemaakt? Ja. Hoe heb je gedaan? Het is ook geen werkstuk, maar het maakt het niet uit. Ja, je snapt wat ik bedoel. Ben ik nu echt op de... Nee, ik ben nog wel iets verder dan de helft. Jawel, ik ben wel verder dan de helft. Goed zo. Maar ik moet wel nog even echt wat doen straks. En ja, ik moet nog mijn hele toets voorbereiden. En ik weet niet of ik het red om het morgen af te hebben, anders leef ik het vrijdag gewoon in. Maar ook niet uit. Maar het liefst zou ik het wel donderdag in willen leven, snap je? Maar... Ja, dat lukt toch? Ja, maar ook nog, ik moet echt wel nog echt wel wat doen. Ja, je kan toch nu gewoon tot 9 uur leren? Mm-hmm. Afmaken. Oké, Mick en ik hebben... Doosje. Dat is toch best slim? Oké, Mick en ik hebben even broodjes gehaald. Ik vraag me alleen of waar ze zijn. Achter bed. Oh. We hebben croissantjes en broodjes, maar en snoep, maar het snoep is al op. En ik had... En ik had een pakketje besteld bij Lucardi. Die ga ik even openmaken. En Mick was gewoon bij mij thuis, maar hij dacht, ik doe de deur gewoon niet open. Ik hoorde het niet. Hoe kan je nou weer de bel niet horen? Dat vraag ik me altijd af. Om mijn oortjes in op misschien? Je oortjes in? Ja. Oké, nou ja, weet je, het is wel leuk. Je bestelt iets en het is zo groot en dan wordt het in zo'n douche. Ik vind dat echt gek. Met liefde gegeven. Wat had je dan verwacht? Dat het ding net zoals een doosje was, je armband. Oké. Zo. Er zit niks in. Nou, maar ik denk het. Gelooft hij het heel even? Nee. Oké. En ik heb namelijk een armbandje, wat je zo vroeger als een klein kindje, weet je wel, altijd had, met je naam erop. Alleen ik heb hem dan met Mick's naam. Kijk hoe schattig. Hij is steeds lekker scherp. Ik heb hem zo. Ik dacht even dat je naam verkeerd stond. Dus ik ga deze even omdoen. Oké, ik ben bij school en ik ga nu mijn toets maken en ik ben echt zenuwachtig. Altijd zenuwachtig voor toetsen, ik kan er echt niks aan doen. Maar ja, ik denk dat ik het of net aan ga halen of net niet. Ik weet het niet zo goed. En daarna vanavond lekker Ajax kijken. Ik ga in ieder geval nu richting school. Ik had niet eens verteld dat ik terug was van mijn toets. Slechte vlogger. Mijn toets ging wel oké. En we hebben al de eerste helft van Ajax gekeken die 2-0 voor staat. Ben je blij? En Mick moet ook nog dingen leren. Ze laat ze opdracht voor school. Zij is aan het strijden. Letterlijk. Letterlijk. En ik heb nu even geen toetsen meer, maar ik heb morgen weer stage. Mijn mentor is er morgen niet, hè? Niet? Nee. En dan? Andere. Nee, dank je. De camera zit weer vol. Het is vandaag donderdag en ik moet heel erg opschieten. Ik heb dus weer stage om 8 uur. En het is een half uur rijden met de auto. Het is echt super rot. Maar ja, dus, en ik heb vandaag een andere juf, dus ik moet wel een beetje op tijd zijn. Dat ga ik nu al niet meer redden, maar oké. En ik heb die leerlingen dus, kinderen, 3 weken niet gezien. Dus ik hoop dat alles gaat lukken. Ik ga in ieder geval nu richting mijn stage. Ik ben klaar met stage en mijn schoenen zijn echt helemaal vies, want we hadden de schooltuinen. En ik dacht, nou ja, ik ga die kinderen even helpen. Dus ik zit echt helemaal onder de aarde. Ik zit nu in de auto, ik moet nu rijden. Oeps. En ik ga nu weer gewoon richting huis. Ja, ik ben gewoon weer onderweg naar huis. Ik moet straks wel werken, maar ik ga thuis eerst even wat eten, want ik was ook mijn lunch vergeten te maken. Ik was vanochtend echt veel te laat. En ja, dan ga ik vanavond werken. Ik wilde eigenlijk ook gaan sporten, maar daar ben ik echt net iets te moe voor. En
Volgens mij is er ook een pakketje gekomen van Chiquelle, hoop ik. Er stond dat er niemand thuis was, maar hij is wel afgeleverd. Dus ik vind het een beetje vaag. Dus daar ga ik zo meteen even naar kijken. Ik ga in ieder geval nu naar huis rijden. Oké, ik ben weer thuis. Ik heb net even lekker wat gegeten. En ik moet sowieso ook best wel vroeg eten, omdat ik dus moet werken. En ik vind het wel fijn om ervoor te eten. Oké, ik heb dus toch een pakketje van Chiquelle. Yay! En ik ben zo benieuwd wat erin zit, want er waren best wel veel dingen uitverkocht en bla bla. Dus ik dacht, oké, nu heb ik eindelijk alles gevonden. En ik heb een kortingscode voor jullie voor 20% korting met de kortingscode. Ja, net mei of zo. Ik weet even niet meer wat de kortingscode was. Ik zal hem in beeld zetten. En de linkjes staan in de beschrijving. Oké, als eerst heb ik deze top voor in de zomer. En dit is dus echt zo'n hele korte top. Wat je met zo'n hoog broekje aan kan doen. En ik dacht, dit is wel echt heel erg leuk. Het heeft wel lange mouwen. Maar hij is wel heel cropped. Ja, hier moet je wel echt een high-waist broekje bij doen. En dit is dus in een maat S. Dit is de top. Hij is best wel heftig. Je ziet echt een heel groot deel van mijn buik. Nu komt deze joggingbroek ook niet helemaal tot mijn navel. Maar oké. Ik vind dit wel heel erg mooi. En hij sluit heel erg goed aan. En er zitten ook nog van die soort van sliprandjes. Als je snapt wat ik bedoel. Maar ja, voor uitgaan is het leuk. Of voor in de zomer met een high-waisted broekje. Dan heb ik nog een top. Een witte. En deze heeft een type V. Ik hoop dat hij niet te erg doorschijnt. Het lijkt wel een beetje zo. Maar ja, je kan hier ook niet echt een andere BH onder gaan doen. En deze is wel een one size. Vind ik hem wel best wel klein voor. Maar hier ben ik heel benieuwd naar. Oké, ik heb de top aan. En hij schijnt wel een klein beetje door. Ik heb er nu een witte BH onder. Misschien als een huidskleurige die niet doorschijnt. Ik vind het wel een heftig topje. Ik snap wat ik bedoel. Dit is wel best heftig. In de zomer vind ik dit wel leuk. Maar het is niet dat ik denk, nou, laat ik dit even naar school aandoen. Maar zo ziet hij er dus uit. En dan een rokje. En ik heb deze al met stipjes. Maar ik vond deze ook heel erg leuk. En hij zat gewoon heel erg mooi. Dus ik heb hem nu met een soort van panter print. Deze. En hij heeft echt zo'n satijnen stofje. Echt heel erg leuk. Echt een heel erg leuk rokje. En hij is in de maat, even kijken hoor, welke maat had ik besteld? S. En deze paste ik vorige keer heel goed. Ik heb het rokje aan en ik vind deze zo leuk. Ook echt heel erg leuk met die top. En hij sluit echt super goed aan. Hij zit heel erg lekker. Hij schijnt niet door en die stof is gewoon heel zacht. Ik kan het niet echt beter laten zien. Maar ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. En dan met het laatste. En dit is ook mijn favoriet. Ik heb deze ook in het groen. En ik draag het zo vaak. En ik ben er zo blij mee dat ik hem ook in het zwart nu heb. Het is namelijk dat pak. Maar zeggen. Met een shirt en een broek. En ik had hem vorige keer een S besteld. Toen dacht ik, nou, hij is nog best wel groot. Dus ik heb hem nu in een XS besteld. En het is met zo'n geribbeld patroontje. En ik heb dus nu ook de broek en het shirt. In een maatje XS is het dan. Dus ik hoop dat deze nog iets beter zit. En ik vind het zo fijn om thuis te dragen. Dus als je benieuwd bent naar de items, moet je even een kijkje nemen in de beschrijving. Oké, ik heb me even opgemaakt. Het is vandaag vrijdag. En ik moet zo naar school pas heel laat. Ik moet pas om 11:30 te beginnen. En ik ga daarna uit eten met mijn klas. Super gezellig. Ik wist echt niet wat ik aan moest doen. Dus ik heb gewoon een trui aan. En een flare broek. Ik moet zo meteen nog wel even mijn haar doen. En ik wilde eigenlijk iets nieuws aan. Een rokje van gisteren. Want ik vind de kleding echt heel erg leuk. Alleen ik denk toch weer van misschien een beetje te koud. Dus ik hou gewoon lekker dit aan. Misschien doe ik vanavond wel een rokje aan met uit eten. En ja. Wat wilde ik nou zeggen? Ik heb echt geen idee meer. In ieder geval, ik heb straks koor en natuur. Misschien zou ik bij Core iets filmen. Moet ik even kijken waar ik precies sta. En bij natuur kan ik niet filmen. Maar bij het klasuitje ga ik sowieso even filmen. Oké, ik ga richting school. Wat ik aan heb is deze trui van Chiquelle. En deze flarebroek van een Sting met mijn Superga's. Het enige wat ik een beetje irritant vind is dat hier een gat zit. Maar ja, dat hoort wel hoor. Maar oké. Dus ik ga nu richting school. Ik ben terug van school. En
ik ga mijn spullen inpakken. Ik ga zo naar mijn moeder voor een week. En dan ga ik straks uit eten met mijn klas. Dus ik moet nog snel eventjes mijn spullen inpakken. Want mijn klas is nu aan bowlen. Maar daar ben ik dus niet mee naartoe gegaan. En ja. Ik denk dat vanavond Mick naar mij toe komt. Want volgende week is Mick een week weg. Dus we kunnen elkaar een week niet zien en appen. Dus ja. Dat gaat nog wat worden. Volgens mij filmde ik mijn hoofd niet. Want Mick en ik zijn natuurlijk best wel veel samen. Ik zit in de auto. Want ik heb alles mijn spullen gepakt. En ik ga dus nu richting de stad rijden. Want we gaan uit eten bij La Bota volgens mij in Leiden. Dus ik ga daar dus nu met de auto naartoe rijden. En mijn klas is daar dan. Want zij gingen eerst met z'n allen bowlen. Dus die zijn waarschijnlijk iets eerder dan dat ik er ben. En zo, even kijken. Wat was nou de weg? Oh ja. Nou, dus ik ga in ieder geval nu naar het restaurant. Ik vind saté ook niet lekker. Oké. Ga je dat nou filmen? Dat je saté niet lekker vindt? Nee, nee, nee. Oké, we zijn bij La Bota in de stad. En nu gaat iedereen stil zijn. Dat is heel ongemakkelijk. Het is niet dat jullie hoeven te wachten wat ik ga zeggen. Wie heeft er gewonnen met bowlen? Floor. Ik. En dan bij het andere ding? Ik. Nee, ik. Echt wel. Het is lastig dat vier mensen hun hand opsteken. Ik denk niet dat dat kan. Ja, maar het beste potje heb ik gewonnen. Nou, jullie hadden toch twee banen? Dus de ene baan is wel de beste. Oh, hoe? En hoezo? Ik was de beste. Maar ik was de tweede van onze baan en ik had nog steeds hoger dan hun. Oké. En nu zitten we dus met de klas hier gezellig aan deze lange tafel. Darren heeft er zin in. En is jij al gesproken? Wat? Oké, het is zaterdagavond en mijn make-up is echt mega heftig als ik nu zo kijk. Maar ja, het is dus al 8 uur geweest. En Mick die gaat morgen een week weg met school. Dus we dachten... Oh, mijn camera gaat weer raar doen. Dus we dachten, nou, we gaan samen nog even wat leuks doen. Dus we gaan straks even wat cocktails drinken. Maar ja, dus ik heb me even een beetje heftig opgemaakt. En ik heb deze nieuwe top aan van Chiquelle. Wel met gewoon zo'n bralet, want anders wordt echt dit heel heftig. En een broek van Naked heb ik eronder. En ik ga nu even mijn spulletjes inpakken. En dan ga ik onderweg naar Mick. En dan gaan we volgens mij met de bus gaan we naar Delft. Zag ik dat goed? Geen idee. Ik ga in ieder geval nu mijn spullen pakken. Mick opgehaald, een soort van. En we zitten nu bij de bus. Halte. Bij de bushalte. Bij de bus, want anders was het wel geweest. Hè? En wat gaan we zo doen? Luchtje. Echt? Nee. Wat gaan we zo doen, lieverd? We gaan naar een stripclub. Mick. Grapje. We gaan naar... nee, we gaan cocktails drinken in Delft. Blijkbaar heb je daar... kijk, Golden Light. Blijkbaar heb je daar een cocktailbar voor 7 euro per cocktail of zo. Ja, dat is prima. Kortjes had. Dat vind ik altijd leuk. Oké, het is de volgende dag en ik heb de hele dag gewerkt. Ik zie er echt niet uit. Maar gisteren ging ik dus cocktails drinken met Mick. En het was echt heel erg leuk. En hij is nu een week weg zonder dat we elkaar kunnen spreken. We staan natuurlijk best wel vaak samen, dus dat gaat nog wat worden. Maar ik ga dus nu de vlog editen. En ik zag dat er nog geen einde was. Dus daarom heel erg bedankt voor het kijken. En als je een leuke video vond, doe dan zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie volgende week maandag om 4 uur weer. Bij een nieuwe video. Doei doei!